Afgelopen zaterdag een uh, mooie overwinning, 6-3. Maar uh, aan je hoofd te zien, dat stond op onweer. En in de krant heb je ook wat geroepen dat je je niet zo fijn voelde. Hoe is je gevoel nu? Nou, kijk, uiteindelijk uh, ver na de wedstrijd, dan uh, ben je blij met de drie punten. En uh, het aantal doelpunten maakt je maakt. Maar het aantal doelpunten wat je tegenkrijgt, dat, uh, dat was gewoon te veel. En daarnaast vind ik dat, uh, dat we te veel wedstrijden binnen de wedstrijd hebben gezien. Uh, we waren niet stabiel in ons niveau. Um, zochten we niet altijd de juiste oplossingen. Uh, wanneer we moesten voetballen, deden we het niet. En wanneer we diep moesten spelen, deden we het ook niet. Uh, vaak te, te snel diep spelen, zelfs. En uh, dat was niet hoe we het afgesproken hadden. Aan de andere kant uh, hebben we het wel zo gedaan dat uh, SJC, uh, ja, zeker in het begin, niet, uh, niet eraan te pas kwam. Ja, want DVS maakte een, een superstart na drie minuten op 2-0. De eerste goal viel na 15 seconden. Ik heb geroepen, 12 seconden bij deze even. Kan ik dat ook zelf rechtzetten? Maar hoe komt het dan, ja, je komt er heel mooi op 2-0 voorsprong. Hoe komt die verslapping, hoe treedt die in? Nou, niet eens een verslapping. Maar we, begonnen, we gingen door met het maken van die keuzes van te snel diep zoeken. En daardoor hadden we veel meer balverlies en kwamen de linies verder uit elkaar te liggen. En dat was niet handig. Daarna gingen we wel in de fase van na 20 minuten wel weer beter voetballen. Alleen in die fase kregen we ook alweer een goal tegen, wat nooit mag gebeuren. Dus nou, het was constant een ander ritme en wat niet lekker liep. En dat, dat was niet goed. Voorin uh, werd die bal ook niet vastgehouden, heb je geroepen in de krant. Je hebt de speler die zegt van uh, scoren en uh, scherp blijven. Hij was het met jou eens. Uh, wat kun je daar meer over zeggen? Nee, kijk, we zijn hartstikke druk met de jongens, met, met beter worden. En uh, we hebben lopende spelers uh, voorin. Maar die moeten sommige momenten ook juist aan speelbaar zijn. Want dan, uh, dan weet de verdediger ook niet meer uh, wat, uh, wat er gebeurt. En dan moeten ze even een rustpunt zijn voor het elftal. dan hou je hem even vast of je kaatst ze weer terug. En dan kun je weer doorvoetballen. Dus dan moeten ze veel meer uh, afwisselingen in gaan zoeken. Nou, daar ben je hard mee bezig. En uh, ja, dat kan de ene keer beter dan de andere keer. Maar het mooie aan, aan deze jongens is dat ze ook op trainingen daar keihard mee aan de slag gaan. Dus het rendement uh, levert zichzelf wel op. Want uh, de tweede goal was een prachtig Trainingsmoment. Dus uh, heel veel blijft er hangen in Wedstrijden, maar we zijn er nog lang niet. Dat, dat koekeloeren moet eruit, zeg maar. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Uh, we hebben uh, zeker bij die tegengoal, bij die, uh, die 2-1. Ja, Daar staan we gewoon weer toe te kijken. Weet je. We geven nog net geen applaus van wat goed dat jullie dit allemaal kunnen, SJC. En dat, dat kan op dit niveau niet. Je moet altijd initiatief nemen in de situatie, Want anders gaat een ander ermee vandoor. En ook in de tweede helft, die, die kansen die we weggeven in onze eigen 16. Ja, je moet leading zijn, je moet ballen aanvallen. Je mag nooit het risico nemen dat een tegenstander eerder bij de bal is. En dat heeft allemaal met focus en scherpte te maken. En dat zijn allemaal ja, trainerswoorden, dat weet ik ook wel. Maar het heeft ook wel te maken met je drive op dat moment. Duidelijk. Uh, je kunt niet alle zaterdag met uh, iedereen beginnen. Je moet mensen uh, daarin teleurstellen. Want je kunt niet met uh, dezelfde baas elke keer beginnen. Hoe gaat de groep daarmee om? Hoe gaan de jongens daarmee om die je uh, steeds teleur moet stellen? Ja, wisselend. Uh, sommigen hebben even vrede met de situatie. Omdat ze van zichzelf vinden dat ze het niveau. Uh, of dat niet kunnen brengen wat, ze, wat nodig is voor dit niveau. Anderen vinden dat ze er klaar voor zijn. en uh, krijgen hun beurt nog niet. En uh, ja, dan, dan tikken ze even op je schouder. van hé, hey, ik ben er ook nog. Of tijdens trainingen laten ze zien van. wij uh, zijn er ook nog. Maar ja, ze weten ook allemaal net zo goed. Uh, uh, als iedereen. Vorig jaar uh, na de winterstop zag je ook wat er gebeurde. hoe belangrijk het is om de groep breed te hebben. En dat ze nu eventjes. Uh, pas het plaats moeten maken dat is heel vervelend. Want je, uh, je kan je hobby niet uitvoeren. Maar ja, we zijn. Hier met een prestatiegerichte vereniging bezig en uh, dan hoort dit er ook bij. Ja, uh, dan even naar de stand. Uh, DVS heeft een mooie, prachtige derde plaats nu op dit moment. Uh, dat komt wel omdat je nou tegen de clubs gespeeld hebt met alle respect die iets minder zijn in deze competitie, als ik dat zo mag zeggen. Verbloemt dan de stand het gemaakte of het, uh, het spel wat de DVS tot nu toe op de mat legt? Nee, ik vind uh, we hebben ook tegen de, tegen de top gespeeld. En uh, in die wedstrijden waren we. Ja, die, uh, die werden verloren. Ja, daar waren we nog een maatje te klein in. En, uh, maar tegen de ploeg onderin hebben we afstand genomen, zoals het hoort. En, uh, en daarin heb je geen fouten gemaakt. En dat is op dit moment van de fase van de competitie is belangrijk dat je daarin geen punten laat liggen. Dat deden we in het verleden nog wel. En, uh, maar nu neem je duidelijk afstand. Je werkt aan het doelsaldo. Ondertussen zijn we hard bezig om het team daar te krijgen waar we willen. Nou, daar maken we een goede stappen in. Dat heb je tegen Eemdijk uh, bijvoorbeeld gezien. Uh, zaterdag. Bij vlagen ook. Dus ja, weet je, uh, doe het maar eens elke keer. Hè. Doe het elke zaterdag maar weer eens. En, en we hebben natuurlijk ook wel, je merkt hier ook in thuiswedstrijden, ja, men gaat ervoor zitten en verwacht dat we iedere wedstrijd nu 9 of 10 doelpunten maken. En ja, dat is natuurlijk niet heel erg realistisch om te denken dat, uh, dat DVS dat iedere week kan brengen. Dus aanstaande zaterdag in Heemstede een mooie, graad, of een mooie krachtmeting. Heemskerk, ja altijd. altijd. Uh, Odin is gewoon, uh, dat zeggen ze dan heel netjes, een stugge tegenstander. Maar die ondertussen ook veel, veel beter voetballen. Uh, en uh, hebben met de komst van Eelke de Graaf nog een uh, extra wapen erbij. Een nou, beduchte tegenstander, uh, we kennen hun kracht, uh, ze kennen onze kracht. Uh, het veld is daar wat kleiner, het zal stroef zijn. Nou, we weten nu onderhand de afgelopen wedstrijden wat het kan betekenen. Ze uh, nou, spelen veel vanuit de defensie. Ja, dan moeten wij het antwoord maar weer uh, verzinnen. Wat ga je daar precies aan doen om uh, resultaten te halen in uh, Odin? Om daar niet alles te verklappen? Nee, ja, dat ga ik zeker niet nu voor de camera zeggen. Dat zou zeker niet anders zijn. Richard Plug volgt ook alles natuurlijk als trainer van Odin. Nee hoor, we gaan door met ons eigen spel verbeteren. Want je hebt zaterdag gezien dat er nog genoeg te verbeteren valt. Maar ja, je hebt ook te maken met de kracht van Odin en dat moet je ook inschatten. Nou, heel veel succes daarbij uh, na aanstaande zaterdag toe en succes uh, de komende trainingsweek. Dankjewel, André.